stelt u zichzelf eens even voor, in het kort. Ik ben Stan, de verhalenman. Ik ben verhalenverteller. Oké. Okay. En wat komt u hier doen in het cultuurhuis? Nou, binnenkort is het festival Stadshagen Kunst en Cultuur van, voor, door heel Stadshagen. En in dat kader ben ik nu bezig om met kinderen verhalen te bedenken. En ze ook te leren om die verhalen te vertellen. Zodat zij op het festival hun zelfgemaakte verhalen kunnen komen vertellen. Oké. Okay. En u bent verhalenverteller. Waarom bent u dat eigenlijk gaan doen? Oh jee. omdat ik op een gegeven moment merkte dat, nou, dat het vertellen heel erg leuk is. Maar ook dat we het vertellen heel hard nodig hebben in het dagelijks leven. Want verhalen inspireren, verhalen geven je energie. Verhalen helpen soms als je met vragen zit waar je geen antwoord op hebt. Dat je denkt van, dit verhaal geeft niet echt het antwoord, maar het helpt me wel om weer een stapje verder te komen. Want er zijn heel veel vragen in het leven waar niet 1, 2, 3 een antwoord op te vinden is. En hoe is dat eigenlijk begonnen met die verhalen vertellen? Bent u op een jonge leeftijd al begonnen ermee? Of? Ik doe het nu ongeveer 25 jaar, iets langer misschien. En ik werkte met mensen die in het vrijwilligerswerk zaten. En jaar één jaar uit hetzelfde deden. En op een gegeven moment iets nodig hadden om gemotiveerd te blijven. Want ja, wat doen vrijwilligers? Die geven. En die doen heel weinig aan dat ze zelf ook af en toe moeten ontvangen. Zichzelf moeten voeden. En, want anders gaat op een gegeven moment een kaarsje uit. En toen ik en anderen dat tegenkwamen, dachten van we moeten iets bedenken om die vrijwilligers zich weer te laten opladen. Weer, dat ze weer terugvinden van waarom doe ik dit en waarom vind ik dit leuk en waarom vind ik dit belangrijk. En toen zijn we met allerlei kunstdingen begonnen. Gewoon naar een filmpje kijken of een gedicht lezen met z'n allen. En daarin is ook het verhalen vertellen ontstaan. En ja, het leuke was dat mensen ineens zoiets hadden van wauw, dit is voor mij, wat een cadeautje. En ja, ik krijg er weer zin in. Nou, en toen ik ontdekte dat ik dat leuk vond, en daar blijkbaar dus ook nog enig talent in heb, ben ik dat voor mezelf verder gaan ontwikkelen. En doe ik het nog steeds. Leuk. En wie is eigenlijk uw grootste voorbeeld? Heeft u een voorbeeld in de verhalen vertellen industrie, zo gezegd? Oh, dat is een moeilijke vraag. Nee, ik heb niet echt een voorbeeld. Maar ik kan wel heel erg genieten van hoe iedere verteller op zijn of haar eigen manier dat vertellen vormgeeft. De ene is echt een strikte verteller die gaat zitten en die vertelt. En de ander die gaat erbij staan en die beweegt en of die duikt in de personages. En dan is het niet alleen maar er was eens een jongen of er was eens een meisje. Nee, er was eens een meisje. Ik ben het meisje van Stadshagen. En ik weet alles hier van de wijk. Als je iets wil weten, moet je naar mij toe komen. Dat is natuurlijk heel anders dan wanneer iemand zegt van er was dus een meisje en dat was het meisje van Stadshagen. En ze wist alles over de wijk en iedereen die wat wilde weten, ging naar het meisje toe. Nou, je kunt zo op tig manieren kun je een verhaal vertellen. En daarna kijken hoe andere vertellers dat doen, vind ik heel inspirerend. Om daar dan ook weer natuurlijk met dingetjes van te jatten. Heel mooi. Nou, hartelijk dank voor uw tijd in dat geval, meneer Fritsi. Alsjeblieft. Graag gedaan. En we gaan naar een mooi festival toe. Let's make a story to tell.